Ja, ja. Is dit even Oostenrijk? Ja, ja, ja. Dit is Oostenrijk, kijk hier. De sneeuw daar, op de berg. Dit is Carinthië, vrienden. Ja. En hier in Carinthië, ja, in Oostenrijk, denk ik ineens, of zag ik, allerlei berichten van die Tjeerd de Groot. Ah, jongens, die Tjeerd de Groot van D66. Heb je dat gelezen? Hij schrijft dan bijvoorbeeld, hè, deze. We waren al op gillen van het lachen. Hij zegt, goed nieuws. Rob is de man. Ja, Rob is de man. En dan heeft hij het natuurlijk over jongetje Jette. Rob is de man die we nu nodig hebben. Ha, om Nederland, en daar komt hij, vrienden, vrijer, groener en welvarender te maken. Ja, ik hoor mezelf helemaal terug via die bergen gewoon hier. Ja, zou je daar is me dat geestig zeg. Ja, die Tjeerd. Ik wist niet dat hij zoveel humor had. Nee, kom op zeg. Wat een giller. Ja, over jongetje Jette. Is die vergeten zeker? Over zijn welvarende. Hoe dat ging toen met die energiemaatschappijen. Die iedereen zat uit te kleden toen. En dat jongetje Jette daar bijna niks aan deed. Hè? En dat hij tegen iedereen zei. Ja, je moet even je thermostaat even naar beneden draaien. Lager zetten. Ja, maar dat deden ze niet op zijn ministerie hoor. Dan was het gewoon 20,5 of 21 graden. Dat zijn de mensen echt niet vergeten hoor. Nee. Maar ja, goed. En toen kwam hij. Toen kwam hij hoor. Maar nu komt hij hè. Nu komt hij. Ja, hij wordt nog lolliger hè, van onze Tjeerd. Ja, want hij is ook natuurlijk onze stikstofseur. Hij is ook een beetje zo'n klimaatkneus, hè, dat weten we. Nou, en nu heeft hij gezegd om aan te tonen dat het, de klimaatverandering is ingezet. Dan zegt hij, we zien het allemaal dat de zomers steeds natter worden en steeds droger. Heeft hij helemaal over nagedacht? Over deze zin? Ja. En niemand ook in zijn omgeving heeft gezegd. Dat is te geestig. Dat is te lollig gewoon. Nee, hij heeft gedacht. Dat ga ik gewoon zo zeggen. Ja, de zomers worden steeds natter en steeds droger. Hé. Hey. Hoe groot is die open deur? Ja, geweldige zin. Nou, vrienden, en toen schreef iemand aan mij, Harry, wordt het niet tijd dat deze Tjeerd, net als al die anderen, gewoon uit de politiek verdwijnt? Nou ja, en toen heb ik alleen maar geantwoord. Eigenlijk wel.